tijdje geleden kreeg ik een aangenaam persbericht dat de musical Evita terugkomt naar Nederlandse theaters. Nog blijer was ik toen ik hoorde dat Brigitte Heidser en René van Koten de hoofdrollen gingen vertolken. En nu, zo'n kleine 3 weken voorafgaande première, zijn we hier in Schiedam, waar we alvast een kleine preview krijgen van deze nieuwe Evita. Ik doe meestal niet zo brutaal. Het gaat eigenlijk, denk ik, best wel op schema. Dus ik denk dat wij allemaal vreselijk spannend vinden morgen. En vanavond ook al hoor, de generalen. Maar we hebben gisteren 2 doorlopen gedaan. En tussen de eerste en de tweede was het al een wereld van verschil in hoe het ging. Dus we gaan absoluut de try-outs ook echt benaderen als try-outs. Want er moet gewoon nog heel veel gebeuren. Maar we zijn wel goed op weg. En er gebeuren af en toe hele mooie magische momenten en die gaan we uitbouwen. Ik heb Jay wel geprobeerd te benaderen als een teleurgestelde Argentijn. Wat dat ook is, hij was student tijdens dat Evita aan de macht was. Was Jay Guevara student. Is een jaar voordat ze stierf volgens mij op zijn motorrijtocht door Zuid-Amerika begonnen. Uiteindelijk uitkomen natuurlijk in Cuba, maar dan werd hij zelf een icoon. Jaren 70 natuurlijk was Che degene die veel boven het bed hing bij veel linkse mensen. En dus dat is een heel interessant gegeven voor mij. En vanuit het stuk ook vanuit Tim Rice, dat je zo iemand tegenover zo'n vrouw zet waarvan je kunt afvragen. Ze doet heel veel voor het volk, ze komt uit het volk. Ze zorgt ook heel goed voor zichzelf. Is Evita begaan met het volk of is het allemaal puur opportunisme? Jay stipt dat allemaal aan. Maar ik vond het voor mezelf interessant om bij Jay toch ook wel niet alleen maar cynisme en spot erin te doen. Maar ik wil ook proberen om verwondering en misschien zelfs een beetje bewondering en jaloezie erin te verwerken. Of dat lukt is een tweede, maar dat gaan we zien de komende weken. Ja. Ik moet je zeggen dat het best wel een heftige repetitieperiode was, vond ik. Juist omdat het best wel een... Het is best een zwaar verhaal, weet je. Het is toch een vrouw die heel erg hard werkt voor wat ze wil. Heel veel tegenslagen krijgt, heel veel meekrijgt en dan opeens doodziek wordt. En het volk lijdt er ontzettend onder. Dus wij moesten ook heel erg voelen van... En heel erg zoeken van waar zit dat dan, weet je. We zijn verdrietig, maar ja, Argentijnse mensen die ze doen alles groter, weet je. Dus we moesten heel erg zoeken. En dat was een heel zoekproces, moet je eerlijk zeggen. Maar wel heel mooi, want op een gegeven moment gebeurden er hele bijzondere dingen in de repetitie, weet je. Dat gewoon huilen, mensen heel emotioneel werden. En dat heb je wel nodig. Dus ik vond het heel bijzonder. En dit is natuurlijk iets compleet anders dan My Fair Lady. Ja, compleet anders. Ja, My Fair Lady was heel vrolijk natuurlijk. En dit is gewoon een heel zwaar verhaal. En totaal anders, alles aan elkaar gezongen. Ja, het is echt 2 werelden verschil. Was die switch tussen die 2 producties, was dat lastig voor jou? Of ging je daar eigenlijk wel gemakkelijk mee door? Nee, het was niet zo lastig voor mij. Ik heb altijd zoiets van elk nieuw stuk is nieuw, weet je. Ik ben daar klaar mee en een volgende. Nee, ik hou nog niet zo heel erg die boog, die lijn vast of zo. En tot slot, je bent ook alternate Evita. Ja. Naast dat je mij binnenkort even de data moet geven dat jij speelt. Oh, je hebt ze. Ja. Dan hou ik je social media aan de gaten. Maar hoe gaat het met de alternate Evita repetities? Nou, ik moet je zeggen, die heb ik nog niet zoveel gehad. Kijk, ik heb natuurlijk Brie als een heel groot voorbeeld waar ik heel veel naar kan kijken. Ik ken alles, maar vanaf volgende week gaan we repetities voor mij beginnen, zeg maar. En ik ga vrij snel op. Jou van The Bodyguard, On Your Feet, het is iets compleet anders. Ja. Hoe bevat jou dat, zo een andere kant? Ja, nou, het is goed tegen de... Kijk, The Bodyguard of On Your Feet, hartstikke leuk om te doen. Maar heb ik ook gewoon Les Miserables en dus historische. Dus ik vind juist die variatie gewoon heel erg leuk om een keer wat lichtere... genre productie doen. En dit is toch wel wat meer dramatisch. En vorig jaar riep ik het gewoon van, ik zou graag weer eens wat meer dramatiek in mijn werkende leven willen hebben. En dan komt het er dan toch in één keer van. Dus dat is wel weer, ja, dat had dan zo moeten zijn. En hoe heb jij je verdiept in jouw rol? Heb je dat gedaan door dingen te lezen, filmpjes te bekijken? Geschiedenisleraar René van Koten wat dingen te vragen. Ja, nou ja, inderdaad. René die heeft natuurlijk, die weet het ook wel. Maar ik heb er zelf ook heel veel over gelezen.
Ik wist er wel wat van, zeg maar ik heb me daar wel meer in verdiept, omdat je dan beter begrijpt waarom dat hij zegt wat hij zegt, of zingt wat hij zingt dan in dit geval. Dus voor mij is het wel altijd hoor, heel belangrijk om gewoon eens wat meer background information te hebben. Duur woord. Maar in ieder geval om je gewoon wat meer verwant te voelen met hem. En heb je dan ook, doordat je dit al gedaan hebt, momenten waarvan je denkt, hey, nou, dit hoef ik eigenlijk niet eens meer te repeteren, want dit ken ik al zo goed? Nee, helemaal niet. Nee, geen moment gehad. Nee, omdat het ook gewoon alles is anders om je heen. Dus je kan niet... Nee, dan zou ik mezelf beperken. Dat zou jammer zijn. Ja. Dus jij zou de repetities niet in 3 weken of 2 weken kunnen doen, maar je hebt wel echt die 4 weken nodig nog steeds? Nou, ik denk dat we er nog wel meer nodig hebben om het... Het wordt allemaal maar korter en korter natuurlijk. En het is gewoon een groot stuk. Een heel groot stuk. En natuurlijk, iedereen werkt zich te blubber om dat gewoon binnen de weken die voor staan af te maken. En we hebben dat echt nodig hoor. Het is gewoon een stuk wat om heel veel verdieping vraagt. En heel veel, waarin heel veel gebeurt. En je hebt nodig. Ja. En wat zijn voor jou, behalve decor en choreografie en kostuums, nou de grootste veranderingen ten opzichte van toen? Nou, ik denk gewoon hoe ik er zelf in sta. Ik denk dat het gewoon te maken heeft met hoe ik het zelf zie nu. En dat ik wat rustiger ben en gewoon ouder, heb meer ervaring. Ik ben moeder geworden in de tussentijd. Mama geworden, ja, dat is een heel groot verschil. Ja. En bijvoorbeeld het moeder worden, wat brengt dat bij aan jouw rol? Nou, wat zorgt datgene in je leven voor de extra lading aan de rol? Het is zo dat als je moeder wordt, dan is er niks belangrijkers op de wereld dan je kinderen. Waardoor dat je je werk meer als werk benadert. En dat is heerlijk dat het niet alleen maar om jezelf gaat, maar dat je dus je focus op je kinderen hebt. En het is net alsof het een elkaar versterkt. Ik heb, als ik thuis ben, heel veel zin om te spelen. En als ik aan het spelen ben, heel veel zin om thuis te zijn. En dus dat houdt gewoon mooi in balans. Ik heb het allebei hard nodig. Ja. Je zei, dit is de grootste productie van De Graaf en Cornelissen Entertainment in 16 jaar tijd. Wat maakt deze productie zo groot voor jou doen? Nou ja, dat er 9 muzikanten, live muzikanten zijn bijvoorbeeld. We hebben meestal maximaal 5. Wat zie ik 15 jaar geleden 6. En ook wel eens met band, zoals we allemaal weten tegenwoordig. Maar nu echt met 9 muzikanten, grote cast. Ook best een grote voorbeeld. Ja. Zodra op straat elke traan is geplekt, dan zien we misschien pas goed wat haar erfenis brengt. Nou, ik wens je succes met het maken van de scènefoto's nu. En tot slot, geef jij ook examentrainingen VWO-geschiedenis, ondanks jouw drukke planning? VWO, ik heb dat wel gedaan, maar dat is wel lang geleden. Wat grappig dat je dat vraagt. Ik heb nog jaren, zelfs als ik nog in theater bij ieder nog in de zomer wel mensen voor hertentamens geschiedenisles gegeven. Ja, ja. Maar ik het ook het leukste vind wat er is, hoor. Dus dat is... hoezo? Heb je het nodig? En tot slot, morgen eerste try-out. Zijn we gespannen of komt het wel goed? Nee, ik zal zeker gespannen zijn. Nu niet, maar als ik denk aan morgen, zou ik absoluut gespannen zijn. Tuurlijk. Die eerste try-out is eigenlijk het spannendst. Dan ga je het afgeven. Hè? Ga je het zo van, nou, hier is het. Dit hebben we bedacht. Kom maar met je reacties. En dat is wel spannend. Ik ga je niet verder ophouden, want je hebt volgens mij een heel belangrijk interview na mij. CNN, ja. Dank je.